Het werk van Karel Appel staat bij uitstek voor de idealen van de groep jonge schilders van de Cobra-beweging. Hij verzet zich tegen de traditionele schilderkunst met hun taboes, regels en conventies. Hij maakt levendige, met vaart opgezette schilderijen. De expressieve vormen en lijnen in felle, heldere kleuren die stralen als het ware van levenslust en vitaliteit. Ik schilder als een barbaar, zei Karel Appel eens. Dit is daar een subtiel voorbeeld van. De kracht en energie die het werk uitstraalt heeft voor liefhebbers een magnetische aantrekkingskracht. Maar hoe woest en geabstraheerd zijn werk ook is, het blijft herkenbare voorstelling. Zoals ook hier Vogel en Bloem. Bent u nou geïnteresseerd in dit kunstwerk of een van de andere werken op fischersauction.com? Neem dan contact op of kom langs op de kijkdagen.